Welkom terug op dag 4 van onze vakantietrip. We vertrekken vanuit ons hotel in Limoges en gaan op weg naar onze eigenlijke reisbestemming. Dat is een bijzonder dorpje wat al lang op onze verlanglijst staat. Een kleine 25 kilometer hier vandaan. We zijn heel benieuwd wat we daar te zien gaan krijgen. Ja. Zo, dat was een nacht in hotel. Weer een hotel. En dat was maar goed ook, want alles was nat. De meeste dingen zijn nog steeds nat. Jammer is dat onze laarzen niet waterdicht zijn. We hadden alle twee natte voeten. Terwijl de Forma boots erom bekend staan dat ze droog zouden houden. Maar ja, we zijn nu op weg. Het is weer stralend mooi weer. Het zonnetje is eruit. We hebben lekker ontbeten. Al was het wel een karig ontbijtje, maar we hebben in ieder geval twee bakken koffie op. Dus wakker zijn we. Warm hebben we het ook nu. En nou zitten we in druk verkeer. Limoges is het was. Oh, hier staat het ook. Staat stil. La Glane, de rivier. Ja. Nou. We zijn in Oradour-sur-Glane. Daar zie je al een glimp van het overgebleven dorp. En hier is het centrum van de herdenking. Daar ga je dus naartoe om naar het dorp te komen. Ja, even. Ja, dit is de achterkant van het verlaten. Ja, eigenlijk wel creepy als je zo kijkt. Ja. We zijn aangekomen op onze eerste reisbestemming, Oradour-sur-Glane, in het departement Haute-Vienne in Frankrijk. Dit vredige Franse dorpje werd op 10 juni 1944 overvallen en een enkele uren verwoest door troepen van de Duitse 2e Waffen-SS Panzerdivisie. Het was een vergeldingsactie, de dood van twee Duitse officieren die omgekomen waren bij een vuurgevecht met Fransen in een ander dorp, waarbij ook al 28 mensen waren terechtgesteld en geëxecuteerd. Alle inwoners van Oradour-sur-Glane werden verzameld op het centrale plein en de mannen werden van de vrouwen en kinderen gescheiden. De mannen werden in schuren en garages opgesloten en de vrouwen met kinderen in de kerk.
Vervolgens werden de mannen doodgeschoten en de schuren in brand gestoken. Daarna werd ook de kerk met vrouwen en kinderen en de rest van het dorp in brand gestoken. 642 inwoners vonden de dood. Slechts 6 mensen overleefden het bloedbad. Kort na de oorlog besliste Charles de Gaulle dat het verwoeste dorp als monument moest blijven bewaard. Het nieuwe dorp Oradourse Glane is op een steenworp afstand weer opgebouwd. Zo, dat was een indrukwekkend, ruim 2,5 uur durend bezoek. We zijn er gewoon stil van en moeten het allemaal even laten bezinken. Ook in het dorp, waar genoeg bezoekers waren, was het erg stil en je merkte de verbijstering en ongeloof bij de mensen. En spijtig genoeg, ondanks deze historische monumenten, vinden er nog dagelijks dit soort gruwelijkheden plaats. We vervolgen onze reis en gaan nu oostwaarts. Geniet nog even mee van de rustige weggetjes in de mooie natuur. Nou, die wonen hier ook slecht.
In Avermes viel de keuze weer op een hotel, omdat het nogal laat was geworden. Helaas werd hier geen avondeten geserveerd en moesten we op zoek naar een restaurant. Dit is dan ook tevens het einde van deze indrukwekkende dag. Bedankt voor het kijken en we hopen dat jullie net zo onder de indruk zijn van deze video als wij. Zo ja, geef ons dan een duimpje, een commentaar en vergeet vooral niet te abonneren. Tot gauw!